Zo. Dus antieke leather steen hebben we gedaan. We hebben de finisher gedaan. Dus nu komt het moeilijkste gedeelte. Het samenvoegen. Ik ga beginnen met, pardon, met het makkelijke. En dat is de gaatjes slaan. Nou mensen, tijd voor een update. Ik heb een boel overgeslagen, want het ging niet echt soepel. Normaal gesproken zou ik je laten zien hoe ik het gestikt heb, maar ik heb inmiddels 5 naalden verder. En heel wat steekjes. Maar het is gelukt uiteindelijk. Het is niet echt heel netjes. De stiksel, maar het is wel heel degelijk. Het zal niet snel loslaten. Het viel niet mee om het leer, wat één geheel was, om daar de stroken om te slaan en te stikken. Het is uiteindelijk toch gelukt. Nou, ik heb aan de zijkant de soldatenknop erin gezet. En een karabijnhaakje eraan. Dus aan het karabijnhaakje moet of een leren veter of een koord. Dat moet ik nog even bekijken. En dan kan je hem zo. Hij is antiek steen. En dit had ik 1 keer gedaan en daarna ging ik een 2e keer. En dat had ik dus niet moeten doen. Nou is het te grof geworden. Jammer. Patroon. Dat is een ander verhaal. Voor het eerst dat ik een volledig patroon ging doen. Ik heb nou mijn stampertjes binnen. Maar ik heb hem aan deze kant te dicht op de rand gedaan. Dat zie je wel. Het patroon is weggevallen door, bij het stiksel. Hier zie je het nog wel wat. Ook de rondjes vallen een beetje weg. Nou ja. Voorkant. Ritssluiting. Veel werk mee gehad. Een paar keer verkeerd gegaan. Gestikt door de voering heen. Schoot allemaal niet op. Magneetsluitje. Hier komt nog een felrood stukje vilt. Met erbovenop een rond stukje extra leer. En het logo ingestampt. Dat moet ik nog krijgen uit China. Nou, dus magneetsluiting. Zo makkelijk. Dat is eigenlijk wel aardig gelukt. Ik denk dat ik er nog iets bij ga snijden. Dat ik hem toch mooi recht krijg. Ik heb geprobeerd met mat maken en opdrogen om hem een beetje recht te krijgen. Maar uiteindelijk valt hij toch een beetje scheef. Dus ik denk dat ik hem toch nog een beetje ga snijden. Nou, creditcard heeft losgelaten. Dus ik moest een nieuwe voering voor de creditcard maken. Dat is nou inmiddels gelukt. Dus we zitten nu eigenlijk in de laatste fase. Alleen nog even een logootje erop. En het koord eraan. En dan hebben we een stevige nek-etui. Mijn logootje is binnen. Kijk, ja, je zult het van hier wel niet kunnen zien. Dus ik moet het toch maar even. Via een fotootje doen. Nee, dat gaat hem niet worden. Het is een mooi cameraatje, maar dit
Het is net even iets te veel gevraagd. Nou goed, maakt niet uit. Maar $8, $9, het is niet te geloven hoe ze het kunnen doen. Nou, je kunt nou nog niet zien, maar zo komt hij binnen. Het is echt koper, brass, gegraveerd. Waarschijnlijk met een lasermachine. En een klein schroefdraadje. Dan kan je hem natuurlijk los op het leer leggen. En dan stampen. Maar ik denk dat het beter is om er een schroefje aan te maken. Dus dat ga ik eerst proberen. En even een schroefje gezocht met een mooie kop erop. Het zou het mooiste zijn. Kijk maar eens, het schroefje wordt het alleen hier. Komt de klap hierop dat ik het een beetje verdeel. Als ik er ook nog een plaatje tussen kan leggen. Moet ik hem nog wel even aandraaien. En dan heb ik hier een. Hier kan ik hem. Met de vette hamer. Kan ik hem op zijn kop slaan. En ik hoop dat de kracht verdeeld wordt door het ringetje. Ik zal hem even aandraaien en dan uitproberen. Alvast het leer een beetje nat maken. Ik heb de bovenkant gemarkeerd. En een granietblokje eronder. Netjes, niet ontevreden. Voor zo'n klein formaat logo. Ja, niemand zal erop letten wat er staat, maar als je, het is leesbaar. Bushman NL, een skelettenkop. Grappig. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? De beste manier om het over te brengen is hem volledig op harde steen te zetten. En hem dan op de volle kop te raken. Ik had het eerst gedaan met een mooie schroef erin. Dat lukt ook wel, maar volledig erop geeft best de rust uit. Nou, ik heb hem hier ingeslagen. Op een stukje leer, ondergrondje erin. Geplakt en dan moet ik het stikken. Dan moet ik het verven. Even deze weer opruimen. Ik ben er een beetje zuinig op. Zo. Ik wil het eerst met boordje doen. Omdat er een viltje onder zit, heb je grote kansen dat het viltje meegenomen wordt met boren. Dus ik moet het toch maar even met ouderwets slaan doen. Ik hoop dat de buren niet erg vinden.
project naar het einde. Wat ik nu gedaan heb is het logootje op een stukje leer geprint. Dan kunnen we dat straks even laten zien met een zoom. Het is mooi geworden. Ik vond dat het nog iets naar voren kwam. Maar ik ben bang als ik dat met de steen ga doen, de antiek steen. Dat het niet zo... Nou, ik heb er een ondergrondje, een rood ondergrondje op gemaakt. Gelijmd. Gestikt. Dus ik moet het nog even met finisher afwerken. Of ik doe toch nog leddersteen. Het is te klein om de details met de zwarte dye, zwarte verf naar voren te halen. Even praktiseren. Nou, inmiddels... Ik had nog een oud kooitje. Oud kooitje liggen. Dan heb ik mijn karabijnhaakjes hier aan gedaan. En er een drukknopje in geslagen. Even kijken of we dat scherp kunnen krijgen. Ik denk het niet, ja. Tada! My neck wallet. Mijn neck portemonnee. Tadadadada. Mijn neck wallet. Het is bijna klaar. Dus nog even kijken wat ik met het logo ga doen. En dan kunnen we hier de passen in doen. Twee sleuven. Dan hebben we hier nog een mini portemonnee, eventueel voor klein geld. Ja, het wordt bijna niet meer gebruikt natuurlijk, maar het kan. Prima, magneetsluiting. Ja, klik zegt hij. Oké, dat is het. De muskethaak kan er aan of eraf, zodat je hem ook zonder koord kan gebruiken. Maar om de nek is natuurlijk wel het veiligste. That's it.